En Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Iedereen kijkt naar ons. Ja, maar Gucci gang! Nu gaan we naar Gucci store. Maar we hebben geen vliegen op broodje. What the f***. Het is een aanslag. Smeer meer. Smeer. Maar dude. Smeer. Je moet niet zo overdrijven, ook niet. Je hebt dan een keer ergens pijn en het is direct één groot drama bij jou. Dat brandt echt. What the fuck. Welkom bij de Girlfriend is My Makeup Challenge. Vandaag heb ik last van een droge huid. Doe meer. Ik voel me helemaal fucked. We gaan vandaag naar Brussel. En ik heb goed nieuws. Er zijn stakingen in Brussel. En ik weet niet of dat... Manifest. Stop met me te verbeteren, ja. Je spreekt alleen als er gevraagd wordt om te spreken. Hopelijk is er daar een beetje chaos. Dan worden er een beetje mensen tegen de grond geslaan en shit. Dan gooi je zomaar van die bommen en is er een waterkanon. Kijk, ik hoop het. Ik hoop dat het heel leuk is. Maar dan gaan we naar Brussel. Ik weet niet waar ik ben, help. Mama. Ja? Heb ik al gezegd dat ik naar Brussel ga? Ja. Als ik dood ga. Doe ik eens gewoon los, niet? Mama. Ja. Je bent de beste mama van de hele wereld. Als er iets gebeurt... Ja. Kijk. Oh, ben je verstandig, hè? Ja, mama. Ja, kom je vanavond naar huis? Hopelijk wel. Ik heb mijn horoscoop gelezen en daar stond erin dat ik voor mijn doelen moest gaan vandaag en ik al de rest links moest laten liggen. Mijn doel vandaag is naar de Gucci store gaan. Ik wil niet direct gaan, snap je? Als we nu al gaan, dan is direct al mijn geld op en dan kan ik gaan eten met kopen en zo. Dus beter kopen eerst munchies en dan Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Oei. Wil je een iPhone X? Nee, dank u. Oké. Het is hier wel mooi. Brussel is mooier dan ik had gedacht. Alleen vind ik het een beetje raar dat daar zo'n tankstation is. Maar... Ja. Ja, en waar is de chaos? Waar zijn de stakende mensen? Hallo? Ik was hier voor staking eigenlijk. Hallo? Even beelden van de mooie Brusselse hoofdstad. Nee! Pas op! Ja, Brussel. Hopelijk is er een beetje chaos in de stad. Dus ik ga niet zeggen dat de reden is waarom ik hier ben. Ik ga ook niet zeggen dat Gucci de reden is waarom ik hier ben. Ik ben hier gewoon samen met mijn vriendin een nieuwe stad aan het bezoeken in België waar ik nog nooit ben geweest. Dus ja. Telefonerende. Nice. Waar gaan we eten? Ik heb honger. Heb jij geen honger? Stop maar lachen. De kerstman. Ik dacht dat de bedoeling was dat de kerstman dingen aan mij gaf. Nu dat ik geld aan de fucking kerstman ging geven. Kun je snoepjes nemen? Ja, daarnaast is er een pot snoepjes. Yo, vertrouw die shit niet. Dat is crack. Of iets anders. Neem nooit shit aan van de kerstman die op de hoek van de straat zit. Waar de fuck zijn de mensen die chaos veroorzaken? Ik zie niks. Het enige wat die stakende mensen doen is bier drinken. En ze worden betaald om pintjes te drinken. Wow, sterk. Brussel. What the fuck? What the fuck? Deze stad blijft mij verbazen. What the fuck? Oké, ik heb honger. Ik wil eten. Er ligt hier niet eens iemand, het is alleen een hond. Dat is fucking zielig. Wauw. Honger. Ja. Honger. Ja. Honger. We gaan hier doorlopen en ik zie niks om te eten, ik zie alleen winkels. Ja, en weer mensen die een kerstdiner hebben. Ik ga niet haten op Brussel. Want het enige wat ik zie zijn mensen die in hoekjes zitten. Waar zijn we? In de XP. Hallo, ik wil gewoon eten. Dit is niet wat ik had gedacht. Ik heb honger en... Het leger is daar. Annelivia, buik. Ik wil gewoon eten. Ja, wat wil jij hebben? Ik ga eten zoeken. Ik kom bij jullie terug als ik eten heb gevonden. Want het ziet hier allemaal een beetje moeilijk uit. Dit is blijkbaar heel duur. Maar... What the fuck? Ik weet niet waar ik beland ben. Ik weet niet wat dit is, maar... Ja. Kijk, als je je vrouw laat kiezen waar je eet... 26 euro voor een beetje kiwis met ketchup. Jij hebt betaald, dank u wel. Vriend van de familie. Ja. Kijk, wat we allemaal hebben. We hadden zo goed naar de Panos kunnen gaan. Maar alles hier is bio en alles hier is gezond.
Dat is lekker. Goed gedaan. Dank u wel. Moet ik gaan halen? Nee, dank u wel. Ik heb één tip voor Eki. Fix fucking lasagne. Wel overpriced as fuck. Dus als je broke bent, dan ga je beter gewoon naar Panos. Maar nu gaan we naar Gucci Store. Maar we hebben geen vliegen op broodje. What the fuck? Het is een aanslag. Wow. Herres. Van waar kwam die knal? Hallo? Hè? Ja, geen knal. Ik zie ook geen dingen, maar ik heb wel één brug. Vloggers vs sigaretten. Bruxelles la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a lâché la fleur et qu'on va partir. Dan wandelen we helemaal zo naar hier. Omdat dit een winkel was waar ze nice dingen verkochten. En ik heb echt geluk. Ik bedoel, altijd lucky als ik naar de winkel ga. Altijd nice. Altijd nice als de winkel gewoon random sluit. Het begint ook zo half te regelen. Wat gaan we doen? We gaan naar Cartesius. Ach, fuck. Als er één stad fucking lelijk is als het regelt, dan is het Brussel. Wel cool dat ze discoballen hebben gehangen in de lucht. I dig this. It's very nice. Woo. Nu regent het ook en ik heb echt geen goede kleren aan om in regen te stappen. En nice winkel, boys. Zo wandel ik gewoon binnen in een random winkel. En ik heb... I bought sunglasses for my girlfriend. So, je mag zeggen, want ik sta er niet zo grappig mee, maar jij staat er very nice mee, you can have it. En ik heb een nieuwe ring gekocht, omdat mijn Versace ring... Kijk, ik wil liever niet praten wat er is gebeurd over mijn Versace ring, maar vertel het eens, wat is er gebeurd? Wat ben ik verloren? Zo'n fijn trouwring. Ja, ik ben mijn Versace ring verloren, omdat ik... Ik weet het niet, ik zat zo redelijk fucked up gewoon buiten en opeens was hij weg. En ik had dit gekocht voor haar verjaardag. Gewoon zo toon wat ik heb gekocht voor je verjaardag. De trouwringen. Toon. We hadden alle twee zo één super dikke ring aan onze vingers en nu. Ah! Nu gaan we wandelen. Ik dood dat die andere winkel open gaat. En dan gaan we naar fucking Gucci. Dus Gucci gang. What the fuck, die mensen kijken raar is. Oké, Brussel is leuk. Ik neem al mijn slechte woorden terug. Wel jammer dat er geen chaos is, want ik had verwacht dat er allemaal rare mensen gaan zijn. Maar het is oké. Die winkel al open of nog niet? Ah, fuck. 2-4. Hij is dicht. Nog altijd. Ik weet niet eens waarom ik hiervoor sta. Ik weet niet eens of ze hier iets verkopen, maar... Kan er iemand open doen, alsjeblieft? Hij heeft precies veel zin om te werken. Hij heeft even de shop gesloten, maar... Ik wou al super lang iets van Gosha. En dan ineens ging ik in een random winkel binnen die ik had gevonden op internet. Ik heb iets gekocht van Gosha, maar ik ga straks wel tonen wat het is. Oh, ja, fuck it. Ik zag gewoon welk merk dat is. Ja. Het is heel leuk en gepakt, dus ik ga het niet helemaal uithalen om het gewoon even te tonen. En dat dan vroeg een super brak Frans aan die meneer. Wat vroeg je weer? Ja, ik vroeg of dat ze het in een andere maat hadden. En die meneer antwoordt echt zo met een super Brussel. Dat interesseert niemand. Gaan we met de metro? Ja. Weet je hoe illegaal dat is? Dat is gevaarlijk. Oh my god, we gaan doodgaan. What the fuck? Het ruikt hier naar plas en naar benzine. Maar ik vind die geur van parking wel leuk. Zo, hey, ik ben aan het vloggen. Hey, kan ik hier niet gewoon zwart? Moeilijk. Zonder ticketje? Nee, dat gaat niet. Metro in Brussel, als ik hier levend uitkom. Wandelende Anna Livia! Hij is ook aan het vloggen. Oké, mijn lach is fucked up, hè. Dit is leuk. Het lijkt zoals dat je fucking snel aan het stappen bent. Ja, wow. Hey, wacht. Kom terug. We hebben nog tijd. Kom terug. We gaan een foto nemen. Ik heb nog geen foto mee, joh. We gaan voor een foto uit. Nice. Leuke foto. Ja, is leuk. Is toch nice, ja, is eerlijk. Leuk. Chill. Waarom is mijn trui oranje op die foto? Ja, waarom is mijn haar oranje? Is... Ja, fuck die shit. Nice. Oké, nu gaan we naar Gucci. Ah, ik hou van deze muziek. Peace. Ah, ik hou van straatmuzikanten. Snap je? Als je dan bedelt voor geld, speel dan gewoon op een instrument. Zelfs als je niet kan, gewoon proberen. Dat is leuk. Dat was mijn tip van de dag. En nu gaan we naar... Gucci! What the fuck? Hier is de Gucci store. Welkom in de Gucci store. Waarom is het hier zo fucking donker? Hallo! Dit is zo even van die buurt in Brussel waar ik dan denk van wauw. Jij loop. We waren helemaal verkeerd. Dank u wel. Ik hoop dat we er nu wel zijn. Alsjeblieft. Ah, fuck. We zijn weer nergens. Ik denk dat je bijna dicht is. En ik ben helemaal naar Brussel gekomen om naar die winkel te gaan. Dus als hij dicht is, ga ik echt een paar fucking autospiegels slaan. Het is nog fucking ver. Ah, fuck, shit. We hadden dus de verkeerde metro genomen. Maar nu...
is nog altijd fucked. Maar misschien halen we het wel. Ik ga het niet op jou steken als hij dicht is. Ja, beter. Maar als hij dicht is, ga ik wel flippen. Dus, ik mag waarschijnlijk niet filmen daar binnen. Dus ik ga dat ook niet doen. Maar ik laat jullie wel zien als ik iets heb gekocht. Dus boys, let's spend some money. Een Gucci. Het is gebeurd. Boys, het is gebeurd. Ik ben nu officieel gecashed voor heel mijn level. Oh my god, oké. Chill. Ik ben gecashed en Gucci gang. Iedereen kijkt naar ons. Ja, maar Gucci gang! Gucci gang. Dit is onze laatste video. Q&A. Het ging niet meer. Ja. Het gevoel was weg. Het is gewoon echt moeilijk. Het ging niet meer. Kijk, we zijn zoveel samen geweest. Op een moment werd het ook gewoon te veel. En snap je? Heel dat YouTube ding, dat was voor mij gewoon echt, dat ging gewoon. En heel haar leven dat niks te maken had met YouTube. Snap je dat? Dat ging ja, niet voor dus mij. Ja, het is gewoon, je moet echt een vriendin hebben die daarin kan meegaan. Ik wou haar tieten en zo ook in elke video gebruiken, maar zij wou dat niet. Dus ik wens ze gewoon echt mijn integriteit. Snap je, op een bepaald moment kunnen wij gewoon, snap je? We stoppen niet omdat we niet meer verliefd zijn op elkaar. We gaan sowieso vrienden blijven, snap je? Het is gewoon omdat... Het is niet. Bijna 1 jaar. En dat was op camera. Vies. Ik weet niet of hij een video aan het bewerken is. Maar hij is aan het slapen. Misschien is hij naar muziek aan het luisteren. Ik wil niet doen alsof ik flex op jullie of zo. Maar. Ja. Snap je? Mensen vergelijken mij toch altijd met Ricegum, dus waarom niet voor 1 keer, snap je? Voor de mensen die zich afvragen, hoe de fuck heb je dit ooit kunnen betalen? Want ik heb een heel mooi woord. Bitcoins. Ik dacht wel, laten we eens naar Brussel gaan. En eens doen wat iedereen doet en uitcashen bij Gucci. En dat heb ik gedaan. Ik heb 2 dingen gekocht. En dit heb ik ook gekocht, by the way. Dit was die Gosha trui waarover ik het had. Deze had ik gekocht voordat ik nog naar iets was geweest. Deze vind ik ook fucking vet met deze kraag. Oké. Ja, ik snap dat jullie hiervoor gekomen zijn. Maar ik heb ook een ring gekocht. Deze had ik al getoond, maar ik toon hem nu nog eens. Wauw. Dit is de Gucci tas in. En deze is fucking nice. Deze tas is fucking wit. En hij is heel leuk. Ik heb deze dingen natuurlijk al opengedaan, omdat ik ook moest flexen op mijn mama. Maar deze dingen, wauw. Niet normaal. Ik had zo'n heel leuk strikje rond, maar ik had die kapot getrokken. En ik vond niet meer hoe ik die rond moest doen. Dus ja, oké. Ik besef ook dat dit het allereerste is wat ik ooit heb gekocht in heel mijn leven van Gucci. Dus ja. Waarschijnlijk ook het laatste, want ik vond deze school zo fucking hard, ik moest deze hebben. Dit is deels de reden waarom ik naar Brussel ben geweest, deze trui. Ik dacht van, wauw, ik vond hem zo hard. Hij is zo crème kleur. Hey, wauw, ik heb hier geen woorden voor. Het is gewoon, ik bedoel, Logo Mania. Er staat gewoon een logo op en dat is het. Maar dat vond ik zo fucking hard. Ik bedoel, eindelijk iets waar ik echt dacht van, wauw, dit zou ik nog kopen en dat heb ik gedaan. Dus deze, wauw. Degene in de coolste zak dat ik ooit heb gezien zonder enig. What the fuck. Oké. Deze stond niet in de winkel. Guy vroeg of ik nog schoenen zocht, omdat ik mijn refs aan had. En hij zei van, ik heb schoenen die je geweldig gaat vinden. En ik zeg van, well, bring it on. Omdat ik dacht van, ik ga toch niks kopen. En toen toonde hij deze en toen dacht ik... ja, en dan heb ik ze gekocht. Ik denk dat heel veel mensen van jullie deze fucking lelijk gaan vinden. Maar deze schoenen... Ik had deze een paar keer gezien op Instagram en ik dacht van wauw, maar ik heb nooit dat bijna gedacht van ik ga die ooit kopen. Condos, looks very fine. Oeh. Er zit hier een heel leuk zakje bij. Ik denk dat de bedoeling is dat ik zie... Oh, er zijn er 2 voor elke schoen in, hi. Jullie willen gewoon de schoenen zien en ik weet het, ik ga shut the fuck up en ze gewoon tonen. De ene zit zelf nog in het zakje. Dit zijn ze, dames en heren. Dit zijn fucking Gucci sneakers. En ik weet dat heel veel van jullie gaan zeggen, maar what the fuck is dit? Gucci sneaker. Ik heb er geen... Ik had ze ook fake kunnen kopen voor 10 euro, maar... Fuck fake flexers. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Smet je zeker een duimpje omhoog. Zo zien we dat niet elke YouTuber samen met zijn vriendin
cringy ass shit maken. Ik denk dat deze veel... Fuck, niet op de grond valt. Normaal. Ik denk dat jullie het wel een vette video vonden. Ik vond het heel leuk om te maken. Het was een hele leuke dag. Ik ga deze schoenen inkaderen. Nooit aandoen. En gewoon houden. Snap je deze? Wow. Ze ruiken zelf na. Ah. Oké, Ja. Wauw. Tot de volgende keer. Wauw.